En welkom bij de Fabulous Cancer Podcast. Vandaag ben ik in gesprek met Rebecca. En vandaag gaan we het hebben over je weg vinden naar kanker, leven met de gevolgen van kanker en het ondernemen van je toekomst. Nou, welkom Rebecca. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn. Ja, ik heb echt heel erg zin om met je te praten. wil je jezelf voorstellen wie je bent en hoe oud? Ja, nou, ik ben dus Rebecca. Ik ben 28 jaar. En ja, ik kreeg eigenlijk, werd ik ziek of werd er een hersentumor ontdekt toen ik 11 was. Met welke effecten deel je mee met het leven na kanker? Nou ja, ik ben als 11-jarige ben ik geopereerd. En toen is eigenlijk een grootste deel van de tumor is weggehaald. Maar doordat het terug is gekomen, een half jaar daarna, toen heb ik bestraling gehad, omdat ze niet meer konden opereren. En eigenlijk door die bestraling is er, de dingen waar ik nu last van heb, zeg maar, die zijn daardoor gekomen. En ik heb nu op dit moment vooral last van chronische vermoeidheid. Evenwichtsproblemen, geheugen- en concentratieproblemen. En ik raak bijvoorbeeld ook heel snel overprikkeld in drukke ruimtes. Of als ik een hele lange dag heb, dan kan ik het allemaal niet meer rondbreien, zeg maar. Als ik en heel lang onderweg ben en van het een naar het ander hop en allemaal nieuwe indrukken heb en zo, dat is dan een beetje veel. Ja, precies. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Ik heb zelf wel niet waar jij allemaal mee deelt, zeg maar. Maar wel zelf van, oh, soms ben ik ook wel meer vermoeid. Of deel ik ook wel een soort van chemobrein, weet je wel, mee. Ja. Dus dat is ook wel lastig. Maar ik denk, ik weet niet of het veel verschil is als je hersentumor hebt gehad, zeg maar. Maar misschien komt het ook door de chemo. Maar ook door het soort type kanker die je hebt gehad. En misschien heeft dat meer effect op leven na kanker, denk ik. Ja, ik weet. Mijn hersentumor die zat bij de kleine hersenen en de hersenstam. En dat is het gedeelte dat, zeg maar, je geheugen, je evenwicht, concentratie en zo regelt. Dus dat vooral dat gedeelte is aangetast. Dat, dat is wel een beetje logisch. Ik heb zelf geen chemo gehad. Oké. Okay. Alleen bestraling. Okay. Dus soms denk ik wel van, oeh, gelukkig. Want chemo maakt echt heel veel kapot. Ja, klopt. Maar ja, soms is het ook wel de dingen waar ik nu wel mee loop, zeg maar. Ben ik er wel aan gewend. Want het is nu, ik ben nu 16 jaar later en het is wat het is en ik heb ermee leren leven, maar soms is het nog best wel heel vervelend. Ja, want mag ik vragen, ik heb zelf 17 chemo's gehad en jij zegt dat je bestraling hebt gehad. Wat voor effecten heeft dat eigenlijk? Want ik weet daar eigenlijk helemaal niks van. Behalve dat je zo'n masker op je krijgt, zeg maar, en in een soort ding gaat en dan doen ze zo bestraling, toch? Ja. Nou ja, ik weet inderdaad nog, ik was 11, dus ik ben nu 16 jaar later, dus ik weet er niet meer alles van. Maar ik weet inderdaad, ik moest dan op mijn buik op een plank liggen met mijn hoofd in een soort masker. En dan werd er van boven werd er vanuit twee punten straling gestuurd naar dan op mijn achterhoofd waar de tumor zat. En het effect dat het voor mij heeft gehad is dat het de tumor die weer terug was gegroeid, die kon niet meer geopereerd worden. Daarom hebben ze toen gekozen voor bestraling. En het effect wat dat voor mij had is dat het na enige tijd dat de tumor daardoor gekrompen is. En eigenlijk gekrompen en geslonken is, waardoor er uiteindelijk nu ongeveer
9 jaar na de behandeling was er zeg maar nog maar twee hele kleine streepjes waren er te zien. En nu dan die streepjes die zijn al 7 jaar stabiel, waardoor ze weten niet zeker wat voor weefsel het is, maar omdat het al zo lang stabiel is, gaan ze ervan uit dat het littekenweefsel is Ja, ik wil net zeggen inderdaad. en geen tumor. Oh, dat is super. Oh, wat fijn. Je had eerst dus hersentumor en dat hebben ze dus gewoon operatief verwijderd. Ja, voor 90%. En toen heb je helemaal geen kuren meer hoeven krijgen, of? Nou ja, dat was bij de operatie hebben ze het voor 90% weggehaald. En toen eigenlijk binnen een half jaar is het weer voor 80% teruggegroeid. Oké. Het was zeg maar, toen ze het ontdekten, was het een goedaardige tumor op een kwaadaardige plek. Omdat die een stukje ook in de kleine hersenen, nerfstam zat, zeg maar. En eigenlijk hadden ze gehoopt dat met de operatie dat ze daarmee alles konden oplossen. Maar toen is hij binnen een half jaar is hij teruggekomen en toen werd hij kwaadaardig. Ah, oké. En toen konden ze ook niet meer opereren en toen hebben ze dan bestraling gegeven. Ah ja, oké. Nou, dankjewel voor je verhaal. Ja, graag gedaan. hoe heb je je weg kunnen vinden na kanker en de behandelingen en je leven weer oppakken? Nou, dat vond ik nog best wel. Ik zag dat je die vraag inderdaad op het lijstje had staan. Ik vond het nog best wel een lastige, want als kind was ik heel erg bezig. Ik zat toen net, eigenlijk de dag dat ik gediagnosticeerd werd, was de eerste dag van groep 8. Dus ik begon eigenlijk net aan mijn laatste jaar van de basisschool. En eigenlijk was ik alleen maar bezig met, ik wil weer naar school, ik wil weer met vriendinnetjes dingen doen, ik wil gewoon weer normaal zijn, net als alle andere kinderen. Ja. Maar uiteindelijk, doordat ik ziek werd en alle behandelingen, ben ik eigenlijk niet meer, in ieder geval dat jaar, niet meer naar school geweest. En ja, dat was voor mij als 11, 12-jarige was dat wel vrij pittig, omdat je als je uit het ziekenhuis komt, wil je eigenlijk meteen weer aan de slag. En wil je gewoon weer met iedereen meedoen, maar doordat je fysio hebt en ergotherapie en speltherapie, eigenlijk alles en alle controles waar je naartoe moet en de rolpoly en alle verschillende artsen die je moet zien, kun je eigenlijk gewoon nog niet gewoon terug naar je oude leven. En wat ik vooral op dat moment heel lastig vond, is ook dat ik niet meer de dingen kon doen die ik deed voordat ik ziek werd. Nee, precies. Want ik stond altijd, ik was altijd aan het turnen, paardrijden, ik stond altijd op mijn handen, dat soort dingen. En eigenlijk, toen ik terug was, toen ben ik wel teruggegaan naar turnen en heb ik ook wel het paardrijden weer proberen op te pakken, maar het turnen lukte sowieso niet meer. Gewoon omdat ik, nou ja, ik kan niet meer op mijn kop staan zonder dat de druk in mijn hoofd zo groot wordt dat ik denk dat die uit elkaar barst. Ja, precies. En paardrijden heb ik gewoon niet meer het evenwicht voor wat ik had, zeg maar. Ja, op hele goede dagen zou het misschien kunnen, maar dan kost het zoveel energie dat het gewoon niet lukt. Nu vind ik er bij de paarden zijn nog steeds
fantastisch. En mijn ouders hebben ook paarden waar ik gewoon regelmatig probeer mee te gaan en lekker buiten te zijn en zo. Ja. Maar ja, dat als kind vond ik dat wel. En soms, als ik eraan terugdenk, dan denk ik, ja, dat was wel een van de dingen die ik wel heel moeilijk vond. Maar doordat ik erachter kwam dat ik dingen niet meer kon, ben ik ook op zoek gegaan naar de dingen die ik wel kon. Ja. En dat heeft wel een aantal jaar geduurd. Ook omdat je natuurlijk, nou ja, de artsen zeiden dan van ja, je moet groep 8 nog maar een keer overdoen. En school zei dat ook. Maar toen ik een nieuw jaar groep 8 startte, toen zeiden ze al heel snel, ja, we kunnen je eigenlijk niks meer bieden. Dus ga toch maar naar de middelbare school. Oké. Dus toen ben ik vrij snel toch naar de middelbare school gegaan. Maar ja, daar zit je toch ook nog in het traject van dat je halve dagen naar school gaat, of dat je nog naar de fysio moet, of naar de ergo. En dat je daardoor ook eigenlijk buiten de klas valt. Wat ik ook vrij lastig vond. Maar nou ja, gaandeweg vond ik wel ook de dingen die ik heel leuk vond. En zo kwam ik ook daarachter dat ik bijvoorbeeld, dat begon eigenlijk op de middelbare school. Dat ik toneelspelen, ja, dat ik dat echt wel leuk vond en ook eigenlijk wel kon. Dat vond ik vroeger ook wel leuk. Maar ja, ik had er nooit echt, zeg maar, iets mee gedaan. Ja. En ik geloof dat ik op mijn 15e echt wel daarmee dat echt ging doen en mee ging doen in de jaarlijkse eindproductie van school. En me daarin ontwikkelde. En nou ja, uiteindelijk doe wat ik nu doe, zeg maar. En dat is denk ik wel een heel positief ding van. Doordat ik ziek ben geweest, ben ik ook op zoek gegaan naar de dingen die ik wel kan en ook ontzettend leuk vind. En zo ben ik er eigenlijk achter gekomen dat ik bijvoorbeeld acteren en het modellenwerk en het organiseren van dingen gewoon ontzettend leuk vind en daar nu mijn werk van gemaakt heb, zeg maar. Ja, precies. Oh, super. Ja, en het is natuurlijk wel een lastige zoektocht geweest. En je bent ook als puber of tiener, hoe je het wil noemen, ben je natuurlijk sowieso al op zoek naar jezelf. En ik was, denk ik, ja, het is een beetje raar om te zeggen, nog meer, maar ik was ook ontzettend op zoek naar mezelf, omdat ik gewoon eigenlijk op zoek was naar een hele nieuwe ik. En ik mijn hele leven opnieuw vorm moest geven als 12-jarige. Nou ja, ik ben heel blij hoe dat uiteindelijk is uitgepakt. Maar ik merk wel dat ik bijvoorbeeld, ja, voor mijn gevoel een beetje mijn jeugd een beetje gemist heb doordat ik ziek ben geweest en het zoveel impact heeft gehad. Ja. En heel snel volwassen heb moeten worden. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel, ondanks dat het een vervelende periode was met veel impact, ook een hele waardevolle periode, omdat ik ontzettend veel geleerd heb over mezelf en over de mensen om me heen. En ja, daar komen natuurlijk goede en minder goede momenten bij kijken. Je leert ook wel echt wie je vrienden zijn en je leert ook wel echt dat het voor sommige mensen gewoon ontzettend lastig is als er iemand in hun omgeving kanker krijgt. En ja, dat ze niet goed weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Ja. Of dat je bijvoorbeeld door grote instanties heel erg meteen wordt afgeschreven zodra je
ziek bent geweest of als je een beperking hebt. Terwijl ik heel erg in het, doordat ik ziek ben geweest, heel erg in het leven sta van geniet van elk moment en kijk naar de mogelijkheden die je hebt in plaats van de beperkingen die je hebt. Ja, precies. Dus ja, en dat zijn soms lastige dingen, maar ik vind het ook wel heel mooi dat ik dit leven mag leven en de dingen mag doen die ik doe. En daarmee ook andere mensen ontmoet, zoals bijvoorbeeld jou, dat ik jou heb ontmoet. En ja, dat was nooit gebeurd als ik niet de dingen deed die ik doe, zeg maar. Ja, precies. Ja, dat En heb ik ook hoor. ja, en dat vind ik heel waardevol. Je leert heel veel nieuwe mensen kennen. En je leert heel veel van elkaar. Je leert nieuwe dingen. Je leert dingen anders bekijken. En ja, je leert ook constant eigenlijk te kijken naar jezelf en jezelf verder te ontwikkelen. Ja, precies. Ja, en dat is ook zo. En ook hoe je het leven ziet meer waardevol op een andere manier dat andere mensen dat zien en meer dankbaar, denk ik, dan andere mensen die het niet hebben meegemaakt, zeg maar. Dat is niet gemeen bedoeld van, oh, nou, jij snapt het niet of zo, weet je wel. Maar gewoon van, wow, ik ben hier nog en ik kan dit nog doen. En dat geeft zoveel kracht, weet je wel. En dat is zo belangrijk. Ja, dat inderdaad. Ja. En ook gewoon kleine dingetjes, weet je wel. Ik bedoel, ik denk misschien als je dit soort dingen nooit hebt meegemaakt, dan denk je eerder van, weet ik veel, ben je eerder boos of verdrietig van, oh, die gaan op zomerkamp en ik ga niet mee of zo, weet je, terwijl, of weet ik veel wat, naar een festival of weet ik veel wat. Terwijl als je ziek bent geweest, dan denk je van, oh ja, nou ja, ik kan niet mee vanwege misschien een beperking, maar ik kan nog wel super geweldige andere dingen doen die ik thuis kan doen, want daar ben ik heel erg van bewust van, zeg maar, weet je wel. En dat neemt niet weg van, oh nou, ik ben verdrietig dat ik even niet naar zomerkamp kan. Of naar, nou, ik weet niet, zomerkamp is meer Amerikaans, zeg maar. Maar ik bedoel, naar een evenement of zo. Terwijl je denkt, oké, nou ja, dan ga ik niet daarheen. Maar dan kan ik wel thuis super leuke dingen doen. Of je bent meer positief in hele simpele kleine dingen. Tenminste, dat heb ik dan in ieder geval. Van, als ik denk van, oh, ik kan nu niet op vakantie vanwege weet ik veel wat. Denk, nou, dan kan ik hier thuis aan dingen werken of zo, weet je wel. Wat mij zoveel meer kracht geeft, misschien dan eigenlijk echt naar een of ander festival gaan of zoiets. Ja, nou ja, dat merk ik inderdaad ook, dat ik probeer altijd van het positieve van iets uit te gaan. En bijvoorbeeld, ik ga inderdaad eigenlijk nooit 's avonds uit, omdat ik gewoon weet dat als ik uitga, dat zijn ontzettend veel prikkels. En als ik s'avonds uitga, dan heb ik daar gewoon 3 dagen last van. Ja. En dan ga ik liever met mijn gezin een spelletjesavond doen, gewoon lekker thuis. Of lekker thuis een filmpje kijken met mijn zusje. Dan dat ik inderdaad bijvoorbeeld uitga en daar dan zoveel last van heb. Ja, precies. Ja, dat merk ik ook. Ik had een beetje FOMO, denk ik. Want ik heb mijn jeugd ook niet echt buiten gespendeerd of zo. Wel naar school natuurlijk, maar niet van, oh, ik ben 16 en ik ga helemaal drinken en al dit en dat, weet je wel. En toen, in 2018, toen was ik wel denk van, oh, nou, weet je, ik ga gewoon even uit en zo, mensen ontmoeten, bla bla bla. En ik heb wel heel goede vrienden eraan overgehouden, maar ik zit liever thuis gewoon te gamen en gewoon podcasts te doen en dat soort dingen 100%. Omdat ik in een of andere club sta en denk, oké, weet je, wat doe ik hier? Ja, Echt want serieus. inderdaad, vaak heb ik dan ook zoiets, weet je, dan, of ja, dan ben je daar en dan praat je heel even met iemand, maar dan daarnaast ben je gewoon, ja, je kent verder niet heel veel mensen of zo. En ik ben ook wel echt de kleine dingen, weet je, ik kan heel erg genieten van de kleine dingen in het leven, zoals bijvoorbeeld gewoon thuis een film kijken met een kop warme chocolademelk. Of bijvoorbeeld, nou, dat is dan wel iets groter, naar de Efteling gaan, maar poffertjes eten in de Efteling.
Nou, daar kan ik ontzettend van genieten. Ja. En andere mensen denken misschien van, ja, wat is daar nou speciaal aan? Maar gewoon dat je al daar bent en dat, ja, ik weet niet, dat is gewoon. Ik vind het geweldig ook gewoon met de honden wandelen en gewoon, ja, met hun zijn of bij de paarden zijn of gewoon lekker thuis, weet je. Het is gewoon al zo mooi dat je er bent. Ja, nou dat is echt precies wat ik net wilde zeggen. Echt gewoon het feit dat je dat kan doen en die mogelijkheid hebt. En ik denk ook omdat je gewoon in een realiteit bent en bent geweest, dat je gewoon er niet geweest kon zijn nu, weet je wel. En daarom denk ik, weet je, als ik in de bus zit of naar Amsterdam kan of weet ik veel wat, gewoon om te gaan winkelen, dan ben als ik in de bus zit, dan denk ik, wauw. Kan dit gewoon, weet je? Een soort gewoon van dat ik gewoon die mogelijkheid heb. En gewoon Ja. in Amsterdam lopen, weet je? Als je toerist bent of zo. Als je toerist bent, denk je van, oh nou, we gaan even naar Amsterdam helemaal, weet je, dronken worden en wiet roken. Ja, weet je, super geweldig. En dat is leuk, denk ik, voor ze. Maar ik bedoel, als overlever of als patiënt, dan ben je zo in het hier en nu op een manier van wauw, ik kan gewoon, ik zie gewoon de mooie lichtjes en de mooie boten en de mooie winkels en daar focus je meer op. En weet je dat, wat je ook zegt met die Efteling en gewoon poffertjes eten, dat is al meer waardevol dan als je misschien denkt van ja, maar ik moet ook nog een hoed van de Efteling of nog een pet of nog een agenda of zo, weet je wel. En al die bijzaken die gewoon niet relevant zijn, zeg maar. En dat je eerder gewoon geniet van de ervaring wat je allemaal doet. En dat is gewoon heel belangrijk en mooi, denk ik. En ja, dat is gewoon heel fijn. Ja, inderdaad. Het is gewoon, weet je, en dat je ook gewoon je kunt omringen met fijne mensen, liefdevolle mensen en daar gewoon een fijne tijd mee hebt. Ja. Dat is ja, ontzettend waardevol. Ja, zeker. Zeker. Heb je nog tips voor patiënten of overlevers? Ook al hebben we eigenlijk net ja, een beetje dat besproken en tips gegeven. Maar heb je nog tips voor patiënten of overlevers? Die net beginnen een beetje met oké, weer een leven oppakken en dat soort dingen? Ja, ik denk vooral blijf bij jezelf. En er zullen heel veel, tenminste mijn ervaring is dat er andere mensen vaak met hele goede bedoelingen, dat echt, ze hebben hele goede bedoelingen, maar ze proberen je te vertellen hoe je leven moet leven of hoe je dingen moet aanpakken. Maar ga vooral je eigen weg. En doe het op je eigen tempo. En ga niet als andere mensen zeggen dat je het op een bepaalde manier moet doen. Of oh, dat moet je eens proberen. Dat hoeft helemaal niet als je gewoon het rustig aan wil doen. Of gewoon, nou ja, stel je wilt heel ander werk doen, maar iedereen zegt van ja, nee, daar kun je toch geen geld in verdienen. Als jij dat leuk vindt om te doen, ga dat vooral doen, want het is zo belangrijk dat je je eigen weg kiest in dit leven. En ja, gewoon je hart volgt eigenlijk. En vanuit jouw eigen talenten en kwaliteiten werkt in plaats van wat andere mensen van je verwachten. Ja, precies. En daar ben ik echt 100% mee eens. Gewoon. Ik heb ook heel veel, weet je, dokters of maatschappelijke werkers gezegd. Weet je, die zeggen van, oh, nou, naar school moet je gelijk nog naar college en gelijk studeren en gelijk dit bereiken. Ik denk, hey, doe even rustig. Weet je, je kunt nog gaan bijkomen van alles wat er is gebeurd. Weet je, ik probeer net even mijn leven op te pakken. Ik ga nu niet gelijk naar college en gelijk, oh, even snel alles bereiken in mijn leven of zo. Nee, dan gaat het. Nee, ik ga gewoon even rustig aan doen. Zelf kijken wat ik wil en wat ik kan. En wat mogelijkheden zijn voor mijn leven en voor mijn lichaam en voor mijn energieniveau en alles. En ik ga niet. Weet je, ik snap dat je een dokter bent, maar je bent ook niet de slimste, oké? Okay? Je weet niet alles. En vooral niet als je een patiënt bent of bent geweest. Kijk, dan
Tenzij diegene het echt zelf heeft meegemaakt, dan is het van oké, nou misschien snap ik het. Maar dan alsnog, dan hoef je niet diegene hun advies aan te nemen. Dat je gewoon je eigen ding moet doen. Weet je, dat is zo belangrijk. En dat is ook voor mensen die nooit kanker hebben gehad of die niet patiënten zijn geweest of zo. Maar misschien die andere dingen hebben meegemaakt. Van weet je, volg gewoon je eigen weg. Doe gewoon je eigen ding. En dat is zo belangrijk. En niet helemaal meegaan in wat de maatschappij of wat je familie of je vrienden of je ouders of zo verwachten van je. Die misschien allemaal gaan pushen van, oh nou, wanneer ga je beginnen met school? Wanneer ga je beginnen met werken? Wanneer ga je iets bereiken? Nou, ik heb al heel veel bereikt. Dus het komt wel goed, weet je. Het komt echt wel goed. Dus heb ook gewoon vertrouwen in jezelf. Ja, dat. Gewoon ook vertrouwen in jezelf hebben. En niet denken, ik kan dit niet, want je kunt het wel. Want het is jouw eigen weg. En wat je net zei over school, ook inderdaad. Dat bijvoorbeeld, ik heb na mijn HAVO, heb ik een jaar vrijgenomen. Ben ik 3 maanden naar Amerika geweest. En het jaar daarna ben ik begonnen met een studie waar ik in plaats van 4 jaar, 6 jaar over gedaan heb. Omdat ik gewoon steeds 2 jaar in 3 jaar heb gedaan. En na 3 jaar ook een half jaar vrij heb genomen. Omdat ik gewoon even op adem moest. Slash wilde komen. En het is zo belangrijk om inderdaad. Het zijn allemaal goed bedoelde adviezen, maar. Ja, andere mensen kunnen niet voor jou bepalen hoe jij in je vel zit of hoe jij dingen ervaart. En doe het echt gewoon. Maar ja, dat is denk ik mijn grootste tip. Blijf dicht bij jezelf en doe het op je eigen tempo. Want dan kun je zoveel meer bereiken uiteindelijk dan dat je je dadelijk overwerkt en misschien met een burn-out of depressie komt te zitten omdat je gewoon overvraagd wordt. Ja. En ja, dat is denk ik wel, ja, wel heel belangrijk. Gewoon. Het is heel belangrijk om jezelf te zijn. Ja, precies. En gewoon je eigen tempo. En weet je, het leven is echt geen, hoe noem ik dat? Wedstrijd. Weet je, het is niet van, oh, wie gaat het eerst wat bereiken? Weet je, wie gaat eerst de auto? Wie heeft zijn rijbewijs eerst? Of wie heeft eerst zijn diploma? Op welke school? En waar gaat hij dan in? Weet je, dat maakt allemaal echt, dat is echt compleet niet relevant in jouw leven. En dat heeft ook echt andere mensen hun leven. En wat hun bereiken heeft niks te maken met wat jij doet in jouw leven. Weet je, doe gewoon je eigen ding. Volg je eigen weg. En dat is echt het enige waar je aan moet denken. Natuurlijk, weet je, niet op een gemene manier van, weet je. Maar ik bedoel gewoon van, oké, weet je, blijf gewoon bij jezelf. Weet je wat Rebecca ook gewoon zegt. En doe het gewoon rustig ook. Weet je, gewoon, ja, gewoon rustig aan. En gewoon je eigen tempo. En gewoon je eigen ding doen. En dat is gewoon het belangrijkste in alles eigenlijk, denk ik. Ja, dat is het inderdaad. En weet je, ik merk ook, natuurlijk, ik heb ook mensen gehad, bijvoorbeeld artsen en zo, zeiden, nou ja, dat ik groep 8 nog een keer moest doen, dat ik toen naar de middelbare school ging, dat ik maar geen HAVO moest gaan doen, omdat dat allemaal te veel gevraagd werd, of te veel gevraagd was. En toen ik klaar was met mijn HAVO, toen zeiden ze, nou, studeren, dat is toch echt te hoog gegrepen voor je. En ik heb gewoon een HBO-studie gedaan. Ik heb het in mijn eigen tempo gedaan, maar ik heb het wel gedaan. En ik Ja. heb gewoon al 5 jaar mijn eigen bedrijf. Terwijl ze zeiden dat ik, zeg maar, nou ja, lopende bandwerk zou kunnen doen als ik ooit ging werken. En nou ja, kijk wat ik nu bereik, zeg maar, en welke lieve leuke mensen ik ontmoet en hoeveel mensen we samen kunnen inspireren om hun eigen ding te doen en te genieten van het leven en te motiveren om hun dromen na te gaan. Ja, precies. En dat is ook het belangrijkste. En ook inderdaad wat je zegt met die mensen is, weet je, ik weet echt niet precies wat hun denken. Behalve dat ze denken, oké, nou ja, je bent niet, weet ik veel, je hebt niet,
je hebt nooit kanker gehad. Dus daarom denken we van oké, nou dan kan je wel groenten snijden of zo. Terwijl je denkt, ik ben meer in staat om dingen te doen op mijn manier en op mijn tempo dan jij je kan voorstellen. Weet je? Tegenover dokters en psychologen en mensen die dingen proberen aan te raden, weet ik veel wat. Ik bedoel, jij weet precies waar je tegenaan loopt, wat je kan doen. En niet een of andere pipo die, ja, natuurlijk, die heeft gestudeerd voor weet ik veel wat. Maar ik bedoel, die geven ook heel vaak gewoon niet het juiste advies, weet je, met dat soort dingen. En dan denk je van. En dan kan je soms bij jezelf denken van, oké, ben ik dat dan alleen waard? Is dat echt het enige wat ik kan bereiken? Nee, tuurlijk niet. Ik bedoel, je kan zoveel meer bereiken, want de enige persoon die jou kent, ben jezelf. Weet je wel? Dus daarom kan je zelf kijken van, oké, ik kan zoveel. Als een dokter tegen mij zegt, oké, nou ja, je kan niet lang staan, dus dan kan je maar lekker groenten snijden voor de rest van je leven. Dan zeg ik, nou, ik kan zoveel meer dan dat. Weet je wel? En gewoon zelf kijken wat je wil doen. En wat je zelf aan kan, weet je. En misschien denk je nu van, oké, nou ja, ik weet niet eens hoeveel ik aan kan. Want ik ben net klaar met chemo. Ik ben net klaar met operaties. Of ik heb een fysieke handicap door kanker of ziek zijn. Of door operatie of door whatever. Dan kan je nog steeds gewoon, weet je, dan kan je gewoon rustig zelf je eigen pad vinden en zelf kijken van oké, nou weet je, ik ga rustig gewoon dit proberen en ik ga rustig dat proberen. En weet je, ik heb voor bijvoorbeeld bij mij zeggen ze van oké, je mag geen teamsport doen en ik mag niet rennen, weet je, vanwege mijn nieuwe heup. Ja, nieuwe heup, vanwege mijn heup. Maar ik denk van oké, maar ik heb laatst wel gewoon, vorig jaar heb ik geklommen en ik wist eigenlijk niet eens dat ik dat kon, zeg maar dat vond ik echt super tof, weet je. En dan denk ik, oh my god, dus. Je kan zelf echt zoveel meer bereiken dan wat iemand die is gelabeld als een specialist zegt van, oh, nou, doe het maar rustig aan en kijk maar, weet je, kom wel goed of niet of ja, weet ik wat voor advies te geven waarvan je denkt van, waar heb je het nou weer over? Zoek gewoon je eigen pad en zoek gewoon wat je kan doen en wat je zelf kan bereiken en geloof me, als je denkt van, oké. Ik heb nu een handicap en daarvoor kan ik heel veel niet. Dan moet je, denk je, oké, nou ja, dan is dat even rot natuurlijk. Weet je, dat duurt even lang, maar dan kom je doorheen. En dan kan je gewoon bekijken van, oh, maar ik kan dit en ik kan dat en ik kan zus en ik kan zo, weet je. En zo kan je ook zoveel meer positief zijn in jezelf en in je leven en wie je bent en jezelf en van jezelf, weet je, opnieuw van jezelf houden op een manier. En dat gaat je echt heel veel helpen. En wat Rebecca ook zegt van, oh nou, wacht maar met school of doe maar niet. Dat kies ik zelf wel. Weet je, ik doe het wel op mijn eigen tempo en op mijn eigen manier. En dat is zo belangrijk. Ja, volg gewoon je eigen weg, zeg maar. En laat je leven niet bepalen door anderen. Want uiteindelijk ben jij degene die je leven moet leven. En ben jij degene die er iets van kan maken. Ja. En anderen kunnen wel zeggen van dat kan jij niet, maar zij staan niet in jouw schoenen. En ze zeggen al heel snel dat je iets niet meer kan, omdat je niet in een normaal hokje past. Maar er zijn nog zoveel manieren waardoor je het wel kan, of hoe je het wel kan. En ja, dat is een zoektocht, maar uiteindelijk brengt het je veel meer dan dat je op de bank achter je geraniums gaat zitten. Ja, precies. Want daar schiet je helemaal niks mee op. Nee, precies. En weet je, dat komt gewoon allemaal goed. Maar focus. Weet je, en daarom is het ook belangrijk om, vind ik dan, wat ik dan heb gemerkt, is gewoon met mensen praten en naar dingen luisteren. Of ja, ik praat nu over een podcast, maar weet je, van hoe andere mensen dingen hebben ervaren. In plaats van dat je vastzit van, oh ja, nou, mijn dokter die zei dat ik alleen dit en dat kan doen. En hij is een specialist, dus hij weet het allemaal. Nee, jij weet het allemaal. Want jij bent een specialist. Want jij hebt het zelf meegemaakt. Dus jij weet ook zelf wat je wel en niet kan doen. En als je dat nu niet weet, dan ga je dat gewoon uitvinden. En dan bedoel ik niet uitvinden van, oké, ik heb een nieuwe heup. Ik ga nu sporten of zo, weet je wel, qua voetbal, ik bedoel, je moet wel een beetje kijken van oké, wat is veilig voor je lichaam. Maar ik bedoel, of echt extreme sport doen of zo. Maar ik bedoel,
Weet je, doe gewoon wat goed is voor jou en ondervind jezelf gewoon. Dat is gewoon. En het is ook heel leuk om dat te doen. Van wow, ik kan dit doen of ik kan dat doen, ik kan dit bereiken. En ook wat ik ook nog wil zeggen is als je soms denkt van ja, maar dat kan ik echt niet doen. Of dat kan ik echt niet bereiken. Ik ga dan even terug naar je leven en je verhaal. En denk van oké, ik heb gewoon iets meegemaakt waarvan ik dacht dat ik het nooit zou hebben meegemaakt. En ik heb het overleefd. Dus als ik nu iets wil doen, dan kan dat. Want ik heb zoiets ergs meegemaakt. Of zoiets traumatisch. Dus dan is dit gewoon eigenlijk een eitje. Weet je? Dus zie jezelf ook als een inspiratie. En als een. Ja, als gewoon een eigen idool, zeg maar. Van, oh wow, wacht, ik heb dit meegemaakt. Dus daarom kan ik nu ook dit en dat bereiken. Weet je? Zo motiveer je jezelf ook, tenminste dat merk ik dan, om dingen te doen en dat dingen makkelijker zijn. Want je denkt van, oh ja, weet je, in plaats van, oh ik moet deze berg opklimmen. En denk je, wacht, ik heb kanker overleefd. Weet je, of zoiets. Dus dat komt allemaal wel goed. Dus ja. Ja. Ik vind het helemaal nice. Ja. En Rebecca heeft ook haar eigen vlog en website. Waar kunnen mensen contact met je opnemen? Nou ja, dat kan via mijn website www.rebeccatermors.com. Ik heb ook een Instagram, Rebecca Termors. En Facebook vind je me ook. En je mag me altijd een berichtje sturen op Facebook of op Instagram, Twitter, waar je wilt. En ik probeer zo snel mogelijk te antwoorden. En ja, mocht je iets willen weten, stel gerust een vraag. Want ik vind het altijd enorm leuk om met anderen in contact te komen en van elkaar te leren. En nou ja, ik hoop dat ik door mijn verhaal hier te vertellen. Anderen ook weer kan inspireren en kan motiveren om gewoon lekker je eigen ding te doen. En no matter what, gewoon je droom achterna te gaan. Ja, precies. Nou, super. Oké, ik zal Rebecca ook al haar links even in de beschrijving neerzetten. Dan kan je gewoon ook contact met haar opnemen via daar. Dus, nou, hartstikke bedankt voor je verhaal. Bedankt dat je mee wilt doen aan de podcast. Super nice. Ja, superleuk dat ik te gast mocht zijn. Ja, echt super leuk. Als je nog meer podcast-afleveringen wil beluisteren, dan kan dat via Spotify of YouTube. Als je meer informatie wilt over de volgende podcast. Of over de podcast zelf. Ga dan naar instagram.com/thefabuliskanserpodcast. Dankjewel en ik zie je in de volgende aflevering.